Corendon Vliegvakanties, hoofdsponsor van schaatsploeg Team Corendon. Oprichter Attila Oesloe ligt toe waarom Corendon hoofdsponsor is van de schaatsploeg. Twee redenen. Eén is natuurlijk zakelijk. We zijn uiteindelijk een zakelijk bedrijf en er wordt heel veel gekeken naar schaatsen. Waarvan een van de kijkers dat ik zelf ben. Ik ben een fan van schaatsen. Dus ik kijk heel vaak naar schaatsen. En ik weet dat de schaatsen leeft onder het Nederlands volk, onder mijn klanten. En zodoende wil ik daar een band mee creëren en ook met mezelf. En daarom ben ik ook sponsor geworden. Wij gaan de schaatsploeg minimum 2 keer per jaar meenemen op een trainingskamp. En wat ik begrepen heb is dat schaatsen vooral in de zomermaanden dat er veel getraind wordt. En we hebben ook uitdagende bestemmingen waar ze kunnen sporten en trainen. En zodoende hebben we daar ook een combinatie van gemaakt. We gaan ook laten zien dat er ook andere bestemmingen zijn. Niet alleen badplaats waar je de zon en het zon, zee, strand is, maar ook bergen waar je kan fietsen. Maar ook voor het is ook een natuur, een mooi gebied. Dan gaan we dat combineren. Het doel van Team Corendon is om bij de Olympische Spelen in Sochi minimaal 2 medailles te halen. We gaan samen vliegend naar goud. We staan hier in de Olympische IJshal, de Adler Arena, waar straks in februari het Olympische langebaanschaatsen losbarst. En hopelijk voor Nederland heel veel medailles. Begin mei zijn we begonnen met het compleet nieuwe team. Ja, Team Corendon, zeg maar, met begeleidingsstaf Peter Kolder en ik. En Marije Joling, die eigenlijk overgebleven zijn van het oude team. En daarbij een aantal mooie namen. In ieder geval Team van Veen, wat voor een groot gedeelte overgekomen is. Jan van Veen als hoofdcoach. En de rijders Maurice Vriend, Marit Leenstra, Lotte van Beek. En Rens Rotterdam en daarbij denk ik het kopstuk Jan Blokhuizen daarbij gevoegd. En daarnaast hebben we met Robert Bovenhuis en Benjamin Massé, die ook met ons meetraint, completeren we het team. Naast Tim Roelofsen die stage meeloopt. Dus we hebben een hele mooie ploeg, 6 jongens, 3 dames en het ziet er heel goed uit. Begin van het seizoen alles een beetje nieuw. Nieuwe mensen, nieuw team, nieuwe begeleiding. Maar ik moet ook zeggen dat ik met hoe het nu gaat, ben ik echt super tevreden ben. We staan nu voor de 4e keer op het ijs. En daar wat ik op het ijs zie gebeuren, daar ben ik super content mee. Maar je moet wel gezegd worden, kijk, zomers is alles fantastisch en er zijn alle ploegen die gaan in de brandweer. Het gaat gebeuren zo rond het enke afstanden, dan wordt het echt spannend en dan gaan we zien hoe goed we het gedaan hebben. Maar, tot op heden ben ik er super content mee, moet ik zeggen. Ja, de samenwerking met Jan van Veen dat gaat eigenlijk heel erg goed. Natuurlijk moet je aan elkaar wennen en moet je mekaars taal gaan spreken. Maar ik moet zeggen dat de gedrevenheid en de ambitieuze van Jan, dat spreekt me enorm aan. Ja, goed, ik denk dat het heel goed gaat. We hebben bij vertrek gewoon duidelijk dingen afgesproken met elkaar. Ik denk dat we heel goed samenwerken. Ook daarvan geldt dat richting de grote wedstrijden wordt het allemaal niet spannend. Maar zo neergezet samen en ook met Peter, dat proces mogen we goed bewaken en dan komt het allemaal goed.